Halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar zegt Tom Kooijman, dag allemaal. Gaat nu de versnelling plaatsen. 1.14.9. En Belbonanza komt binnendoor naar voren. En dat gaat ten koste van Dalton Dudemont. Dalton Dudemont zet de tanden op elkaar. Earthquake Belem meldt zich. Wijd aan de buitenzijde ook nog altijd die Emperor Quick. En daarachter is het wachten op de speed van Fortuna Fiets. Maar die moet wel heel ver komen om Tom Kooijman nog te achterhalen. Maar Kooijman gaat aan het werk. En dat betekent dat hij toch bang is dat Felicio de Jomax misschien een zwak moment gaat krijgen. Daar lijkt het lang niet op. Want wat een voorsprong, zeg, voor Felicio de Jomax. Het paard dat mee kon op Vincennes, het kwam er nooit helemaal uit. Maar dit is een ware demonstratie. Uitgeschakeld nummer 8. Nummer 8 galop. Wat een geweldige 2-eenheid. Belbonanza op de tweede plaats. Buitenzijde loopt Emperor Quick. Een fantastische koers. Maar het is hier Felicio de Jomax. Die winnen met een straat. Tom Kooijman op zijn allerbest. Tweede wordt Belbonanza. Derde dan de 9. Emperor Quick. Groen licht voor de winnende combinatie Felicio de Jomax en Tom Kooijman. En dan zijn de felicitaties voor Tom. Tom laat iedereen meedelen in het succes. Tom, op papier stond hij qua winst natuurlijk gedeclasseerd. Maar hij declasseerde ook iedereen. Ja, ik heb gewoon even laten zien dat hij de beste was. Nou, hij voelde onderweg ook wel lekker rustig aan. En in de laatste 500 meter moet hij maar laten zien hoe hard hij kan. En toe maar. Ja, dat was bijzonder. Laatst ben je ook met hem mee geweest naar Parijs. Gaat dat vaker gebeuren? Nou, dat hoop ik wel. Maar dan moet hij wel beter presteren dan. Want hij is de laatste twee keer in Frankrijk niet zo goed. En is daar een verklaring voor? Of heb je daar iets... De trainer is aan het zoeken. Ik denk misschien iets met de reis of zo, maar ik heb geen idee. Ja. Hij is nu scherp hier en in Frankrijk was hij ook heel lauw, dus ik weet het niet. Andere competitie ook. Hè? Ja, wat hij hier liet zien was in ieder geval voor Wolfga super. En de foto's worden gemaakt van de winterfinale TF Bronze Challenge. Felicio de Jomax, Tom Kooijman, trainer Bas Carabas. Het is een vierjarige vosruim van Rodrigo Jet uit Jeliza, eigenaar Stal PD. Meter nog. Start gevallen. Hij gaat terug. Fortuna Fiets, dat is zover al duidelijk. En het is na de start Felicio de Jomax die naar de leiding snelt. Aan de binnenkant heeft Rob de Vlieger al lang bedacht dat het een heerlijke gangmaker is. En aan de buitenzijde komt naar voren Dalton Dudemont. Goed gestart ook Earthquake Ballet. En daarachter volgt dan aan de buitenkant Flows Blues. Aan de binnenzijde een prima start voor Kronos.
Paarden komen op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En deze Felicio de Jomax krijgt het aardig in de schoot geworpen. Mocht makkelijk de leiding nemen, speelt met de oortjes en mag het eigen tempo bepalen. Komen in de rechterlijn. Tweede plaats erachter voor Bel Bonanza. En achter Bel Bonanza een wat onvoordelig parcours aan de buitenkant voor Dalton Dudemont. Eens kijken of Jaap Verijn wat voor elkaar krijgt bij Tom Kooijman. Ik heb het idee dat Jaap niet eens de behoefte voelt om het te proberen. 1:16:3 is de opening. Felicio de Jomax, Bel Bonanza, Dalton Dudemont, Earthquake Ballet, Flows Blues, Kronos. Dan Cover Dream, verderweg in het veld dan Fortuna Fiets. Achter deze paarden dan Robin Bakker. Actief met Emperor Quick. En aansluiting is er voor André Bakker. De neven achter elkaar met Joko's Way. Paarden ronden de bocht. Gaan op weg naar de overkant van de baan. Weinig vuurwerk voor ons nog. En het is aan kop van het veld Felicio de Jomax. Heeft een lengte op de tweede plaats Bel Bonanza. Aan de buitenzijde Dalton Dudemont. Achter Dalton Dudemont volgt aan de binnenzijde Earthquake Ballet. Met aan de buitenzijde dan de opkomende Flows Blues. En achter Flows Blues in het tweede spoor paard nummer 10 Cover Dream. 20 rond voor de tweede 500. En de paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. En het is Felicio de Jomax die hier het tempo bepaalt. Althans, dat doet Tom Kooijman. Die heeft de lijn in de hand. Aan de buitenzijde dan Dalton Dudemont. Binnenzijde Bel Bonanza. En achter Bel Bonanza Flows Blues. Krijgt een keer een koers op maat. Eens kijken wat hij kan. Het paard van Henk Grift dat toch wel zwaar staat met zijn beperkte winst om maar zich langzaam maar zeker wat laat zien. En daar komt de aanval nu van paard nummer 9, Emperor Quick. Ja, die weet ook, Robin Bakker, dat het weinig zin heeft om het op zo'n laatste 800 aan te laten komen met dit paard. En kan nu misschien makkelijk wat opschuiven. En we komen dan weer in de rechterlijn voor de tribune met Felicio de Jomax die het tempo mag bepalen. Dalton Dudemont 19-7 voor de volgende 500. Binnenzijde Bel Bonanza. Daarachter is dan aan de buitenkant Flows Blues. 3 dik voor paard nummer 9. En dat is Emperor Quick. Zo schuift het veld wat in elkaar. Gaan we op weg naar de overkant van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En het ziet er goed uit hoor voor de koploper. Felicio de Jomax heeft nog altijd die halve lengte voorsprong op Dalton Dudemont. Aan de binnenzijde Bel Bonanza. Het wachten is eigenlijk op de aanval van Fortuna Fiets. Toch ook een paard dat veel gespeeld wordt. Jeffrey Miras die kan nu naar derde spoor en kan zich wat naar voren laten brengen door die nummer 9 Emperor Quick. Maar we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan en daar zegt Tom Kooijman dag allemaal. Gaat nu de versnelling plaatsen. 1:14:9 en Bel Bonanza komt binnendoor naar voren en dat gaat ten koste van Dalton Dudemont. Dalton Dudemont zet de tanden op elkaar. Earthquake Belém meldt zich. Wijd aan de buitenzijde ook nog altijd die Emperor Quick. En daarachter is het wachten op de speed van Fortuna Fiets. Maar die moet wel heel ver komen om Tom Kooijman nog te achterhalen. Maar Kooijman gaat aan het werk. En dat betekent dat hij toch bang is dat Felicio de Jomax misschien een zwak moment gaat krijgen. Daar lijkt het lang niet op. Want wat een voorsprong zeg voor Felicio de Jomax. Het paard dat mee kon op Vincennes. Het kwam er nooit helemaal uit. Maar dit is een ware demonstratie. Uitgeschakeld nummer 8. Nummer 8 galop. Wat een geweldige 2-1-heid. Bel Bonanza op de tweede plaats. Buitenzijde loopt Emperor Quick. Een fantastische koers. Maar het is hier Felicio de Jomax. Die winnen met een straat. Tom Kooijman op zijn allerbest. Tweede wordt Bel Bonanza. Derde dan de 9. Emperor Quick.